Stephen Hawkins. Stephen Hawking. Professor, people admire you all over the world. Crowds gather to see you, to take pictures. But still, from time to time, do you feel lonely? At times I get very lonely, because people are afraid to talk to me, or don't wait for me to write a response. What do you miss most in normal life? When my children were young, I missed not being able to play with them physically. Apart from that, I had sublimated most of my wishes into physics. Not that my condition has been much restriction. I have traveled widely, have lectured in the White House, and the Great Hall of the People in Beijing. I have been down in a submarine, up in a hot air balloon, and I'm hoping to go into space with Virgin Galactic, if my doctors will allow it. But I would like to be able to swim again. Professor, in spite of your disease, you are the most brilliant and famous scientist of our time. How did the disease influence your scientific work? Did you become more eager to work, more stubborn maybe? My disease has hardly affected my work. That is because I was lucky enough to choose theoretical physics, which is one of the fields in which ALS is not a serious handicap. I wouldn't have been able to continue had I been working in almost any other field. Net als heel wat andere grote wetenschappers heeft Hawking uitstekende contacten met de familie Solvay van de belangrijke internationale chemiegroep. De Solvay-familie ondersteunt al generaties lang wetenschappelijk onderzoek. En heel wat wetenschappers komen er geregeld op bezoek. Could you tell me about the special bond between your family, the Solvays, and Stephen Hawking? Since 100 years, we've been organizing conferences and meetings at the highest level of physics and chemistry. And so my great-great-grandfather started in 1911, and he had around him, he had Niels Bohr, he had Einstein, Marie Curie, and all those famous scientists at the time. And that has continued on for 100 years, and so we still bring together the most eminent scientists in the world, and Stephen is one of them. And so he comes here regularly and interacts with other scientists in conferences that we organize. Ook deze week is Hawking gastspreker op zo'n wetenschappelijke conferentie in Brussel. De knapste natuurkundigen uit de hele wereld komen er luisteren naar zijn nieuwe inzichten. Stephen, if you're ready, the floor is yours. I would like to discuss recent work with Thomas Hertog on eternal inflation. Eternal inflation is an instability in slow roll inflation that occurs when epsilon less than V in geometrical units. Plausible cosmological measures such as the no-boundary wave function predict that our universe emerged from a phase of eternal inflation. Hawking en Hertog zoeken verder op het concept van de kosmische inflatie. Volgens die theorie groeide het heelal na de oerknal duizelingwekkend snel in heel korte tijd en dijt het nog altijd uit. Maar hoe verzoen je dat met een heelal en met tijd en ruimte zoals we die nu kennen? Voor ons klinkt het als Chinees. Kan je proberen iets uit te leggen voor normale doorsnee mensen? De grote vraag is natuurlijk hoe je de overgang maakt naar een heelal waarin ruimte en tijd wel een betekenis hebben zoals we dat kennen en waarin er structuren kunnen ontstaan, galaxieën en sterren enzovoort. En die overgang is al jaren een onderwerp van een hevig debat in onze gemeenschap, onder cosmologen. Een debat waarin Stephen en ik ook ten volle deelnemen. En in Stephens lezing hebben we dus een model voorgesteld om die overgang te beschrijven. Determining the likelihood of certain types of configurations, even if each of those individually is strongly suppressed, perhaps if you integrate over all of them, you still get a huge number. It's the question about the normalizability of the... Dit is spitscosmologie op topniveau. In de kleine aula wachten breinen uit de hele wereld geduldig op een antwoord.
Maar ik ben vooral gefascineerd door Hawking zelf. De spraaktechnologie bedient hij niet met zijn oog, zoals ik altijd dacht, wel met zijn wang. At least near the round sphere, smooth exits dominates. This is not what one would expect from the usual accounts of eternal inflation. Isn't this just like walking in Cambridge Stadium? Het zou kunnen, maar dit is Leuven. Thomas Hertog wil Hawking een belangrijke gedenksteen tonen, die van Georges Lemaître, een Belgische priester en cosmoloog en de geestelijke vader van de oerknal. Lemaître legde zo de fundamenten voor de moderne cosmologie. So, welcome to the birthplace of the Big Bang. Dear friends, Stephen. Well, birthplace. This is the place where Georges Lemaître conceived of the notion that our universe expands, that our universe is in evolution. Explaining the universe is your most important concern, but how do you feel about the world as it is today? There's a lot of beauty in it, but also a lot of pain, war. There's a growing gap between the very rich and the very poor. Are you concerned about that? Cosmology provides a different perspective on our world. When we look at our planet from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not our divisions. One planet, one human race. We are here together, and we need to live together with tolerance and with respect. Our only boundaries are the way we see ourselves. We must become global citizens and make sure the future will be a place we would like to visit. Stephen has a talent to look at all matters of life from a cosmological perspective. It's a message to mankind, eh? Absolutely. En natuurlijk pik ik weer in op onze eerste ontmoeting, toen Hawking me plaagde met de vraag of ik een wetenschap had gestudeerd. Ik werd toen meteen op mijn plaats gezet. Deze wereld heeft geen filosofen nodig. Professor, you said earlier, philosophy is dead, but I wonder, can we ever do without philosophy? Because it helps people to ask the very old and important question of Socrates, how should we live? What is the good life? Philosophers used to give the answer. But philosophers have not kept up with modern science. It is scientists who now have to advance human understanding. Formal interview. Are you happy with what you've got so far? Yes, absolutely. Yeah, very happy. I was just wondering, I'm just asking, if it's possible to ask one or two other questions, or do you say it's too much? Would you like to answer another question, Stephen? Yes. Dit is echt fantastisch. Na de vragen en antwoorden die we hadden voorbereid omwille van de spraakcomputer, wil Hawking graag nog doorgaan. Ik vraag hem naar zijn privéleven. Hawking was 2 keer getrouwd en onlangs vertelde zijn ex-vrouw Jane dat de godin wetenschap voortdurend tussen hen instond. What is the most important? Science or love? Ook al kost het veel moeite en tijd om te schrijven, Hawking wil echt in gesprek. Wat een gedrevenheid en levenslust. Ik begrijp nu waarom deze man zoveel bewondering en respect afdwingt. I think love and understanding each other. That's beautiful. Do you enjoy life? Mostly. That's what keeps me going. Denk je er soms aan wat als hij er niet meer is? Ja, natuurlijk. Het is al een aantal keer heb ik dat al gedacht, dat het echt wel gedaan zou zijn, natuurlijk. Maar ik denk dat ik daar een beetje dezelfde attitude in heb aangenomen als hoe dat hij zelf in het leven staat. Zijnde heel sterk in het nu, in het heden. En niet te veel zorgen maken over wat komen. En blijven doorgaan.
het is een verhaal dat al vanzelf ontwikkelt. En ja, dus misschien is het correcte antwoord dat ik daar niet al te veel bij stilsta. Net zoals hij zelf, denk ik, zoals we ook gisteren gehoord hebben. When you were diagnosed with ALS, you were told you had to live for another 2 years. Now you're living in extra time for about 50 years. It must have influenced your attitude towards death. Are you afraid to die? I have learned not to look too far ahead, but to concentrate on the present. I am not afraid of death, but I'm in no hurry to die. I have so much more I want to do.